Gaat de datakluis ooit open? Dat was een interessant Crossmedia Café in beeld en geluid over de zogeheten datakluis. Onlangs presenteerden 5 grote Nederlandse mediabedrijven een plan om op een nieuwe manier met onze persoonlijke data om te gaan. Volgens hen het antwoord op de vraag naar meer controle over onze digitale levens en tegelijk de macht te breken van de grote techbedrijven. Martijn van Dam is ervan overtuigd dat het kan en in elk geval een serieuze poging waard is. Maar journalist Peter Olsthoorn zet grote vraagtekens bij de haalbaarheid van zo'n persoonlijke datakluis. Hij spreekt van grenzeloze naïviteit en dat we deze keiharde dataoorlog nooit gaan winnen van Silicon Valley. Hoewel Van Dam te prijzen valt door heilig te geloven in de kans om mondiaal voorop te gaan lopen, vrees ik dat Olsthoorn gelijk zal krijgen. Een typisch geval van too little, too late.